horen. Ik heb goed nieuws en beter nieuws. Wat wil je het eerst horen? Ik ben een en al oor. De brave burgers van Lego-eiland geven je een nieuw huis. Ja, iedere burger draagt één Lego-steentje bij. Maar eerst moet jij ook iets bezorgen. Deze verrukkelijke pizza's van papa moeten naar die aardige mensen van Lego-eiland. Veel succes! Wauw! Bedankt meneer. Ik ga al. Hi Bob, pizza's voor je. Pepper, fijn. Pizza, nog fijner. Klaar voor actie. Hier heb je je stenen. Building begint altijd met de fundering. Dag meneer Post. Nog steeds aan het sorteren? Is mijn pakketje hier ook? Ik verwacht hele bijzondere stenen. Ja Pepper. Jouw pakketje is hier en ik zou die post heel wat sneller kunnen sorteren als ik niet steeds werd gestoord. Hallo mevrouw Post. De bovenste doos is voor u, pizza margherita, toch? Sorry, ik kan niet blijven kletsen, anders worden de pizza's koud. Oh, dan zal ik je niet ophouden. Ik vraag Ed wel even of hij je stenen komt brengen. Doe de groet aan de bricolini's en zeg dat ze binnenkort eens langs moeten komen. Ik heb ze al zo lang niet meer gesproken. Dat doe je wel voor me, hè, Pepper? Tuurlijk, mevrouw Post. Hoi Nick. Ik bedoel agent Nick Brick. Gegroet Pepper en dubbele groet aan je pizza. Plicht, eer en een goede saus. Zo mag ik het horen. En hier zijn mijn stenen. Het huis wordt steen voor steen gebouwd. Morgen Jack, nog iets nieuws binnengekregen vandaag? Hoi Pepper, nee, ik wacht nog op een aflevering. Misschien vanmiddag, maar in ieder geval morgen. Nancy, pizza voor je. Zet maar even op de bank, Pepper. Nubby is achter en hij heeft de stenen voor je. Hmm.
Yo, Nubby. Ik hoor dat je gave stenen voor me hebt. Yo, Pepper. Moet je deze zien? Ik heb ze op de schroot gevonden. Schoongemaakt, beetje gelast. En nou zijn ze beter dan nieuw. Een paar dingen voor Pepper om het gezellig te maken. Anders is een huis geen thuis. Steve, hoe gaan de zaken? Stil, Pepper, niet zo hard. Ik hoorde dat Rob weer van plan is een geintje met me uit te halen. Dus ik ben me voor hem aan het verstoppen. Rob, hier is jouw pizza. Hoi, Pepper. Ik ben jouw chili surprise nog niet vergeten, hoor. Ik hoop dat het deze keer de pizza is die ik heb besteld. Oh, ik heb wat stenen voor je, Pepper. Wees niet bang, ze zullen niet ontploffen of zo, hoor. Echt niet. Kleintje, je bent niet meer dan een steentje in de muur. Hallo, Roda. Pepper sluipt steeds dichterbij door de binnenbocht. Zo, hoe ging je laatste wedstrijd? Niet zo best, Pepper. Ik werd laatste, maar ik had ook de hele nacht gedanst. Dus het was eigenlijk mijn eigen schuld. De volgende keer moet ik pas na de race feesten. Ja, dan kan ik misschien mijn overwinning vieren. Snap, wat doe jij nou? Oh, hoi, Pepper. Ik probeer een paar nieuwe danspasjes uit voor het volgende feest. Ik denk alleen dat ze misschien een beetje moeilijk zijn. Hey, rode dansgast. Hier is Pepper met je pizza. Hoe vind je mijn nieuwe pasjes, Pepper? Wauw, pizza. Ik heb opeens ontzettende honger. Als ik dans, vergeet ik de tijd. Bedankt voor de pizza, Pepper. En hier zijn een paar toffe stenen voor je huis. Ah, Pepper, het schiet al lekker op. Beneden is het al bijna klaar. De pizzakoerier is hier, DJ Man. En wij zijn nu hier met Pepper. Het weer is warm, de pizza is heet en Pepper is zo hot dat hij cool is en deze stenen zijn voor jou. Ik hou van mijn werk. Dingen bouwen voor de mensen van Lego Eiland is zo mooi. Hou je pizza voor me achter, Pepper? Ik kwijl helemaal van die pizza van Pepper. Hallo, hallo, kleine knul. Bezorging voor dokter Klikit. Je ziet er goed uit, Pepper. Maar ik moet zeggen dat je pizza er nog beter uitziet. Neem deze stenen en bel me morgenochtend. Mooi zo. Een dak boven je hoofd tegen de regen en een warme slaapkamer voor de nacht. Hallo, hallo. Hoe gaat het met mijn favoriete bezorger?
Alles goed, papa Bricolini? Altijd een warm plekje in mijn hart als ik jou zie, Pepper. Of is dat de wind? Nee, graapje, dat ben jij. Hier heb je wat steen. Aandacht voor details. Dat ben ik de voeten uit. Nou, niet echt natuurlijk. Hoi, mama Bricolini. Oh, Pepper. Ik zou wel willen zingen, maar ik heb er nog steeds geen woorden gevonden dat rijmt op pizza. Ach, ik kan er natuurlijk ook neurien. Nou, wat rijmt er eigenlijk op stenen? Hoi, balleriste Wins. Pepper komt eraan. Net op het nippertje, Pepper. Die pizza redt me van de hongerdood. Honger, over. In ieder geval heb je nu een bed om in te slapen, Pepper. Dat ligt veel lekkerder dan de harde vloer. Agent Laura Brick, bedoel ik. Begrepen, maatje. Jij weet alles van beschermen en dienen. Ja, op dienen. Goeie pizza's namelijk. Hier zijn mijn stenen. Building is bijna klaar met bouwen. Alleen nog een dak erop en het werk is af. Hoi, Pepper. Natuurlijk rijdt de trein op tijd. Ik moet nu weg. Ik moet een paar berichten omroepen. Hey.
Pepper, hoe gaat het? Welkom, Pepper. Hoe vind je mijn nieuwe bord? Oh, hi, Pepper. Ik kan niet blijven kletsen, hoor. Druk, druk, druk. Hey, knullo. Hebben we al lol? Ik ben Pepper, de snelste pizza-bezorger van het Westen. Jij bent de snelste pizza-bezorger van de hele wereld. Ik heb nog maar net opgehangen. Oh ja, ik heb een heel stel stenen voor je nieuwe huis, Pepper. Ik hoop dat je ze mooi vindt. Klaar. En daarom heet ik Building. Je nieuwe huis is klaar, Pepper. Je moet rechters een kijkje nemen. Hallo! Pepper, mijn allerbeste maatje. Jij hebt zo fijn gewerkt vandaag. Ja, zo fijn, is fijn, super fijn gewerkt. Ja. Oké. En wat moet ik nu doen, papa? Alleen en nog maar een piepkleine eenie-mini-pizza bezorgkloesje. Ik heb jou nodig in de pizzeria, oké, Pepper? Tuurlijk, papa. Ik ben de pizzaman met het plan en ik ben al weg. Zo is die goed, de bambino. Pepper, daar ben je. Dat is een coole wat jij zegt. Want deze pizza is heet en moet naar de gevangenis, naar donderstenen. Au, 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 au. Hete, hete, hete. Maar niet te hete, maar een pepertje. Het is niet de papa's heter dan heter superhete pizza in het kwadraat. Die bijna alles doet smelten. Nee, deze is cooler omdat hij voor donderstenen is, Pepper. Dus kijk uit. Ik snap je, mama. Ik laat me maar één keer in de maling nemen. Hé, hey, vergeet je geld niet te vragen, hoor. En vergeet ook niet te glimlachen voor een fooie. Thank you.
Nou, nou, die volledige maaltijd van vandaag lijkt een beetje afgerond. Proef die pizza pronto, Pepper, en probeer dat eens heel snel 5 keer achter elkaar te zeggen. Ik hoop dat het een pepperoni pizza is met extra sleutels. Nou zeg, dat is best grappig hoor. Extra sleutels. Ja, dat is heel grappig. Maar probeer jij maar geen grapjes uit te halen. Maar 1 pepertje? Dat is pas grappig. Niet grappig van haha, maar meer van goh, dat is interessant soort van grappig. Grappig? Want? Omdat alles wat ik voor mijn unieke dondersteen drakenadem nodig heb, 1 pepertje is. Ik kan je niet volgen, dondersteen. Dat komt zo wel. Kijk maar. Een snufje jalapeno, een tikkie anchovies, een beetje van dit en een beetje van dat. En voilà. Achteruit. En kijk hoe mijn drakenadem blaast. Oh-oh. Tot dan, Blokkeman. Hé! Hey. Wow, je hebt je pizza nog niet betaald. Wat? Wie? Waar? Wanneer? En waarom? Dondersteen heeft weer een streek uitgehaald, meneer. Die Constructopedia is van mij. Helemaal van mij. Van mij, hoor je? Van mij! Dit is verschrikkelijk. Jekkes en jakkes. Oh, wee mijn gebeente. Wee al ons gebeente. Dit is een droevige dag op Lego-eiland. Toch niet? Het had geen betere dag kunnen zijn. Hierbij roep ik de blokbotten van Ogle op.
Wat wij nodig hebben is een slimme, dappere, brave en respectvolle held die ons redt. Pepper, wat doe jij nou? Mijn best. Meer kunnen we niet verlangen. En dit is wat je moet doen. 1. Zoek de bladzijden die nu weg zijn. 2. Herbouw het eiland. 3. Ga klaarstaan. En 4. Gaan. Pas op voor de blokbotten.
bladzijde gevonden. Over. Beschiet die stoute bots door op de knoppen te drukken. Maar je mag mij niet raken. Terug de zee in. 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 No, no, no. 111. No, no, no. Chaos op roep van Castle-eiland. Dringend. Dondersteen heeft de brug kapot gemaakt. Het slechte nieuws is dat Dondersteen Lego-eiland heeft verlaten. Het goede nieuws is dat we nu weten waar Dondersteen is. Op Castle-eiland. We nemen hem te grazen. Ik krijg nog geld van hem voor die pizza. En nu heeft hij de brug tussen de twee kastelen vernield en kunnen de buren niet meer vechten. Wat een verschrikking. Precies. Iemand
Eiland moet naar het Rescue hoofdkwartier gaan, een boot halen, heel snel naar Kansel Eiland varen en nog sneller die brug repareren. Ik heb toevallig niks te doen. Op naar het Rescue hoofdkwartier. Ik was hier eerst. Niet dus. Wel eens. Niet dus. Wel eens. En terug tikken mag niet. Nu heb je een boot nodig. Haal een boot. En ga naar het spannende Castle-eiland waar edele ridders middeleeuws heersen. En waar de mensen en bruggen jouw hulp nodig hebben. Hoe? Bizar harnas, zeg me dat u bent gekomen om de brug te herstellen. Want we denken, voor we zinken, voor we zwemmen, help ons alsjeblieft de brug te maken. Daarom ben ik hier, ouwe zwaardmans. Ik ben een Lego-meester en bruggenmaker. Duik de bruggenblokken op en ontwijk alle obstakels die je ziet. Er moet hier ergens ook nog een bladzijde zijn. Je mag pas weg als je die hebt gevonden. Goed werk, Pepper. Nu nog maar vier.
Je doet het goed, Pepper. Mokker. De brug is gerepareerd. Nu kunnen we weer onze buren bevechten. Neem alsjeblieft als blijk van onze dank deze rare bladzijde aan die Dondersteen heeft laten vallen. Oh, een bladzijde uit de Constructopedia. Net wat ik nodig heb. Bedankt. Oproep voor Pepper. Pepper, hoor je mee? We hebben alweer een bladzijde gevonden. Nee, echt, geen geintjes. Hij is op het stierenkasteel. Ze hebben hem in de vlaggenmast gehangen om te kijken wie hem zou begroeten. Snel, naar de vlaggenmast van het stierenkasteel.